Hallo beste kijkers, lieve Eurotruck vrienden. Welkom bij weer een nieuwe video en deze keer een tutorial. Een klein beetje een tutorial op verzoek. Ik kreeg namelijk een vraag van iemand die zei ik heb een uh, mooi side mod van uh, MD modding voor de Scania Next Gen RNS. Alleen uh, ik heb een scan gemaakt en nou kom uh, op de side uh, onderdelen van de scan te staan en uh, ja het is eigenlijk niet zoals ik het graag wil hebben. Hoe kan dat? Ja nou het is een klein beetje hetzelfde verhaal als ook met de BDF Tandem pack van uh, Fleming. Als je de next gen hebt en je hebt die lange size skirts. Ik heb daar al eens een keer een tutorial over gemaakt. Dan moet je even aanpassen in de dev files. En dan uh, komt het helemaal goed. Nou dat klopt inderdaad. Uh, uh, als je die, die side skirt mod in een mod folder zet en je kiest een auto, dan zie je inderdaad stukken van die scan. Ik kan het wel even laten zien, dan starten we het er gauw eventjes op. En dan zul je zien dat gedeeltes van die scan op de side komen te staan als je het niet aanpast. Nou, ik kan wat even kijken. En we hebben de scan En dan kunnen we eens even zien om welke zijskeur het gaat. MD modding, zie. Nou zit hij mooi in de kleur. Totdat je een scan kiest. Standaard SCS scan, zie. En dan heb je hier onbedoeld gedeeltes van de striping van de lijn die op de cabine staan. Heb je ook op de zijskeur. Ja, en dat wil je graag niet. En ook als je zelf een scan hebt gemaakt, krijg je dit er ook op. Vandaar deze tutorial, tutorial even. Ik hoop het uh, zo duidelijk mogelijk uit te kunnen leggen. Uh, want het hangt er namelijk even vanaf. Uh, hoe het, uh, wat je wilt doen. Als je zegt van ik heb een, helemaal zelf een nieuwe scan op die, uh, die uh, side skirts gemaakt. Die wil ik... Uh, die wil ik graag hebben. Dat is hartstikke mooi, ik zal hem even openen. Dit is die mod van MD Modding. Is dit? Doei, even in het midden. Um, hele mooie mod trouwens, vind ik op zich. Hij heeft uh, een template erbij gedaan. En ik heb hier een stiekem wat opgemaakt. Uh, maar die heb, heb ik hier, maar die heb ik op, uh, op een DDS-veldje gemaakt. Maar in elk geval, dit zijn dus die templates van die SizeKurs. Is heel gemakkelijk. Als je hier je eigen scan opmaakt en je bent ermee klaar, dan kun je hem in die mod gewoon op de vehicultruc, skirts en dan hier een rijtje met Custom 1. Zie daar, heb ik even een klein test scannetje opgemaakt. Custom 2, die is leeg. Zie. En als je nou je eigen scan hebt gemaakt, dan kun je die hier zo oplakken op en opslaan, en dan heb je. Precies de template. Nou, dan kun je zien hoe die. je uh, kun je gewoon je eigen scan uh, daarop maken. Maar goed, hoe je dat wil doen. Uh, moet doen, dat zal ik je laten zien. Ik uh, doe alle twee opties even. Ik begin gewoon met, uh, met de optie dat je zelf een scan op die SciScript hebt gemaakt. Bijvoorbeeld een Striping of wat dan ook. En die wil je in je scanmod hebben. Maar goed, wat ik al zei, wat het probleem is, je krijgt gedeeltes van die scan dus op de. Zijskeurt en niet wat je graag wilt. In dit geval heb ik even een scan, had ik een postje terug al een keer gemaakt. Een beetje een, 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 een test scan was dat. Zo. Uh, ja, laat deze eventjes een beetje zakken. Want het gaat even hierom. Uh, dit is de test scan die ik gemaakt heb. Nou, jij hebt toch gewoon je eigen scan gemaakt? Zeg maar. Nou, er zit als het goed is een def materiaal, een vehikelmap in. Het gaat om die vehicomap, die moet je eventjes buiten, uh, buiten de map plaatsen, buiten het bestand sleven. Vervolgens klik ik hier met de rechtermuisknop op en dan verwijder ik die bestanden eventjes. Want het gebeurt namelijk wel eens als je hem zo meteen weer terugzet, dat hij dan gegevens dubbel erin zet. En dat is een beetje vervelend. Dus daarom doe ik het altijd zo even. Nou, het gaat dus om die vehicomap. Van jouw scan-mod die je gemaakt hebt, die moet je even openen helemaal. En als het goed is, komt hier op het einde van de rit al die bestandjes staan met de cabine en de zonneklep, nou ja, wat voor een, uh, onderdeel je hier maar in hebt staan. Nou, zet die even aan de kant. Uh, dan moet je eventjes die mod weer tevoorschijn halen. En dan open je ook even de vehikel, de truc, de upgrade en side skirts. Het is allemaal net wat anders benoemd. En hoe gaat het hier om? Het gaat om de custom 1, 2 en 3. Ik ga er één laten zien, want dan duurt het tutorial te lang, wat niet nodig is. Als je zegt, nou ik heb op custom 1 heb ik een scan gemaakt, waar ik zo net ook heb gedaan, een testscan. Dan uh, moet je die samen met dat TOBJ bestand eventjes naar die vehicomap slepen. Zo, ik hou dan de rechtermuisknop muisknop in en sleep ik hem zo die kant op. Dat is eigenlijk alles tot zover. Dan sluit ik de mod eventjes af van die size codes. Zo, die zet ik even aan de kant. En dan gaat het hier om. En als het goed is, dan staat op die custom 01, zie mijn test scan. Um, nou, ik vind scan custom 01 wel een beetje een lange naam. Uh, weet je wat ik doe? Ik selecteer ze even met linkermuisknop en dan rechtermuisknop erop en dan komt dit minuutje tevoorschijn, naam wijzigen en dan doe ik MD test. En dan enter en dan zijn ze alle twee veranderd. Maar dan ben je er nog niet, want uh, dit TOBJ bestand, dit regeltje, ziet er namelijk heel anders uit dan deze regel. Zie? Dus als je hem zo laat dan werkt het niet. Maar goed. Nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, nou dan verander ik dat zo even. Je kan het vergeten, dat wordt hem niet, dat lukt niet. Want om zo'n TOBJ-regeltje te veranderen, heb je een TOBJ-editor nodig. En die zit in de oude ETS2-studio. Uh, in de oude versie van de ETS2-studio. Uh, misschien zit die ook in de nieuwe. Ik heb geen idee, want die gebruik ik niet. Maar in die oude zit hij nog steeds. Nou, linkermuisknop in dat balkje. En dan rechtermuisknop en even kopiëren. En dan ga je die editor even openen. Rechtermuisknoppen erop plakken. En dan openen. Zo, en dan zie je hetzelfde verhaaltje. Als het goed is, hier ook staan. Zie, MD-test. Dat is allemaal, daar gaat het om. Nou, dan pak ik eerst even één die er al in staat. Dat is wat gemakkelijker. En ik kopieer die even van achteren tot. Uh, moet ik eens even kijken hoe ver die gaat? Nou, ik denk dat het zover. En dan even kopiëren. En dan open ik even die AMD-test. En dan begin ik erachter een linkermuisknop ingedrukt te houden. En in dit geval moet. Uh, Paint job er ook nog even voor zie ik wel, maar goed. Uh, zo. Nou, dat is hij net niet. Zo. Paste. Maar dan is hier nog niet, zie je, want het is vehicle truck upgrade. En wat komt er dan te staan? Paint job, die was ik vergeten om bij te selecteren. Dan doen we dat zo. Kijk, upgrade paintjob. Vierkundigdruk, upgrade paintjob. En dan dat streepje en dan scan je R. Maar daar gaat het om. Next old R, dat is de naam van de scan. Maar, nou staat hier blauw. En dat moet MD-test worden, zie. Dus dan moet je dat nog even veranderen. In MD-test.dds. Opslaan. Die MD-test. En als het goed is, dan is die veranderd. Die. Vehicle truck upgrade, paint job, Scania R 2016. En zo heb je die regel al veranderd. Dat is alles wat je met die editor hoeft te doen. Zo, so, nou heb je hem dus in de uh, mod of in de uh, map al veranderd. Die kun je dus in principe afsluiten. En nou ga ik die scan wat al open zien. Er zit er een Definite Material map in. En dan kun je die weer linkermuis op ingedrukt houden. Na die uh, map toeslepen. Uh, Oké. Okay. En dan voegt je hem weer toe. Ga ik deze voor het uh, geval van vergissing even verwijderen en zo. He? En uh, ja, omdat ik, hem, ik heb hem net veranderd of uh, verwijderd. Die erin stonden, want het gebeurt wel eens, als je hem zo weer terug heb ik wel eens meegemaakt. En dan krijg je sommige regels er dubbel in. En dat is nogal verwarrend. Maar zie je, als het goed is, dan staat het allemaal zo erin. MD-test. Oh, dan sluit ik hem af. Dat is niet de bedoeling. <laughs> want je bent er nog niet, want nou zou hij het zo nog niet doen natuurlijk. Wat je even moet doen, dat is gaan naar je dev map van die scan mod die je zelf gemaakt hebt. En dan naar de accessory. En dan helemaal achteraan. En dan zie je hier al die uh, dingetjes staan. Zie. Maar goed, het, gaat, uh, het maakt op zich niet uit welke als je pakt. Uh, je moet even zo'n regeltje... Zo'n regeltje. Zo. Deze 1, 2, 3, 4 regeltjes. Rechter erop even kopiëren. En dan moet je er even om denken dat die hier onder komt te staan. Zo. Net zoals hier, dat er even wat ruimte tussen komt. En waar je even moet denken is, als je een regel toevoegt, dat die weer één nummer omhoog gaat: 16, 17, 18, 19, 20. Maar deze voeg je toe. En hier moet altijd en weer, moet onderaan altijd twee van die sluitingzaakjes komen er staan. Zeg maar. Alleen, nou ben je er nog niet want dit is hetzelfde natuurlijk ook. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Het gaat om een saiskeur. Nou, hoe kom je daarachter? Hoe dat uh, eruit ziet? Nou, dan ga je ook even weer naar de mod van de saiskeur. Misschien ga ik er een klein beetje heen en weer, maar ik hoop dat jullie het toch wel zullen begrijpen zo. Uh, dit is die mod dus, die, die sizekude mod van MD. Moet je omdenken. In dit geval is het je R die ik heb. Accessory, sizekude. En dan heb je hier de Custom 1. En dan gaat het hier even om. Wat hier achter die punt staat, muisknop erop eventjes kopiëren. En dan ga je naar je scan mod, naar de dev bestand. En wat hier naar voor die punt staat, zo moet je het ook even noemen. Plakken. Zo. Nou, in dit geval is in de standaard dev en de base files, een SCS noemt dit ook, cursor, dat komt heel mooi uit. Maar eh, wordt die in de mod anders genoemd, dan moet je hier wat achter die punt staat eventjes selecteren. En eh, dat moet je dus ook voor die punt zetten. En wat achter die punt komt te staan, het is een beetje verwarrend misschien, maar dat is dit gedeelte: cust-01. Dat moet je even kopiëren en eventjes plakken. Achter die punt. Zo. En dan is het uh, in dit geval zover klaar. Behalve dit, want als je dit niet verandert, dan blijft hij blauw. Want wij hadden hem genoemd MD-test. MD-test. Zo hadden we hem genoemd in die vehicle -map. Zo moet je hem dus hier ook benoemen. Exact hetzelfde. Doe je dat niet? Ja, daar werkt het niet. Hè? MD test. Zo. Nu heb je dus de eerste uh, size skirt Custom 01. Daar zie als het goed is zometeen de gele scan op met hallo erop. Um, zeg je van nou dit uh, tweede skin, uh, size skirt en de derde sidescude, die mag wat mij betreft wel de kleuren zoals ik hem zelf wil noemen in de scan uh, in de, in de die je gemaakt hebt. Dan kan het ook, dan pak je twee vliegen in één klap. Deze manier is dus als je echt zelf helemaal zelf een scan hebt gemaakt, dan moet je die anders noemen en op deze manier zo toevoegen. Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is dat het wel wil. En zeg je van nou: ik, wil, ik hoef niet dat paar toe te voegen, ik wil gewoon dezelfde kleur geven als de scan. Nou, in dit geval heb ik bij deze scan uh, de size allemaal blauw wat je dan moet doen als je zegt van nou ik hoef alleen maar ze in de kleur te hebben van de scan dan moet je even één zo'n regel kopiëren en dan ga je er even achter staan en een keer enter en dan plakken en in dit geval doe ik het nog een keer want het gaat om de cijfers nummer 2 en nummer 3 en dan weer backspace even weer terug uh, nou, dan moet je weer naar de mod gaan van die size coach. Zie, want het gaat om custom 02 en custom 03. Zie, custom 02. En die andere is gewoon custom 03. Dus kopiëren. En dan doe je die hierachter. Zo. En die kun je hier ook doen. Zo. Alleen dan moet je daar van die 2 een 3 maken. Nou In dit geval heb ik dus de de voor de midlift en de lange, lange chassis, geloof ik, die zijn gewoon blauw in de kleur van de scan. En het chassis voor mij is dat de side voor de 4x2, die is geel. Dan heb ik twee vliegen in één klap gedaan. Nogmaals, dit is voor uh, als je zelf een scan op een side hebt gemaakt. Dan moet je hem anders noemen. In dit geval MD-test, wat ik ook in die map, wat ik zo net heb laten zien. Uh, en wil je zeggen je van nou, oh, ik wil ze alle drie gewoon alleen maar de kleuren van de scan, dat er verder geen strijping of een scan op je sizecut staat, dan hoef je dit dus niet te doen, maar kun je hem dus zo op deze manier toevoegen. Want daar gaat het eigenlijk om. Um, nou, uh, de boel opslaan, niet vergeten, want anders gaat het fout en dan werkt het niet. En dan geeft hij aan dat het goed is: bestand bijwerking of archief bijwerking natuurlijk ja, want je wil dat veranderd hebben. En een keer de zaak sluiten. En dan moet je niet vergeten om de scan te kopiëren naar je mod folder van Eurotruck. Zo, paar lakken en dan zegt hij vervangen, want ik kan er al even in staan. Die scan. En dan gaan we eens even kijken of het ook waar is wat ik allemaal heb Lopen te vertellen zo net. <laughs> het is altijd maar even weer spannend. Nou. Als het goed is, is de mod ingeschakeld. Het gaat naar de NextGen R Old Scan. Nou. Hartstikke mooi. En dan gaan we eens even googlen hoe dat eruit ziet. Bij de Scania Next Gen R. Pakken wij de oldschool scan er even bij. Zo. En dan gaan we eens even kijken bij de 4x2. Bij de zijskeurt van MD modding. En je ziet. De zijskeurt van MD modding. De 4x2 is geel. Die had ik dus veranderd in de vehicle map. Zoals jullie zo net hebben kunnen zien. Nou, aan de andere kant staat hallo op de kop. <laughs> nou, dat is een kwestie van in de template eventjes de boel omdraaien. Dan is dat weer goed. Heel grappig trouwens. Werkt toch weer net anders als de standaard. Uh, of als de templates die je. Uh, kunt gebruiken voor een next gen? Want als je die gewoon verticaal uh, kopieert, zeg maar, dan staat die op de andere kant ook gewoon. Maar in dit geval van MD Modding, van uh, de zijskeur, staat die dus uh, <laughs> op de kop omheen. Nou, hartstikke leuk. Um, uh, de, het midlift chassietje, moet eens even koekeloeren hoe dat eruit ziet. Als het goed is, ja, is die blauw in de kleur van de scan. En van het lange als je, is als het goed is ook de kleur van de scan. Zie je wel? Precies zoals ik het zo net heb voorgedaan in, uh, in de devmap. Nou ja, één opmerking: jullie zien het zelf ook al. Het valt me wat vaker op, maar de kleur van sommige mod-onderdelen. Ik zei toch net eventjes weer iets anders dan de kleur van de scan die je gemaakt hebt. Hoe het kan, ik heb geen idee. Ik vind het heel apart. Maar toch is het zo. Het is toch ietsje, ietsje lichter dan de kleur van de cabine. Terwijl het zelf gewoon dezelfde, exact dezelfde kleur is. Nou goed, dat is een scs verhaal, Daar kan ik heel weinig aan doen. Zeg maar gerust niks. Maar goed, nogmaals, uh, dit is het verhaal een klein beetje van hoe je de side van MD-modding in je scan krijgt. Het is niet zo moeilijk en het is een heel verhaal zo allemaal met elkaar zoals ik het vertel. Want ja, dat komt omdat ik nog wat andere dingen uit moet leggen. Maar uh, het, is, uh, het is zeker te doen voor iedereen. En zo geldt het niet alleen voor de, voor de mod van de sidecuds van MD-modding. Maar eigenlijk geldt het voor. Uh, voor al die uh, mod-onderdelen, accessoires, uh, die uit de mod komen. En die, willen dus, die, die komen dus ongewild uh, niet, uh, niet, niet, uh, niet goed erin te staan, tenzij je het uh, verandert in de dev-files. Ik heb het met deze auto ook gehad. Ik heb even een testmod uh, van iemand gekregen om te proberen. Zei, misschien moet je dat wel leuk om dat er even in te hebben. Nou, het gaat om de zonnekleppen. Nou, die waren eerst ook uh, stond gedeeltes van de scan stond op die zonneklep. Moest ik ook even aanpassen en op dezelfde manier even in de dev en de bumper ook En deze hieronder. Nou goed, dat is een heel ander verhaal. Nogmaals, uh, als je een scan op de side skirts maakt met stripings, of weet ik veel wat voor een afbeelding erop, uh, dan moet je het doen zoals ik het eerst uh, ook zei. Dan moet je hem ook in de vehicle map van je scan mod eventjes uh, toevoegen. En vervolgens in de devmap, eventjes wat ik net heb laten zien, een nieuwe regel toep to, uh, toepassen en de naam mee even veranderen. En uh, zeg je van nou, oh, ik hoef hem alleen maar in de kleur van de scan die ik gemaakt heb. Dan hoef, je de, uh, dan hoef je ze alleen maar toe te voegen aan, uh, in de devmap. En dan uh, zorgen dat je de juiste naam erin achter hebt staan. Dan komt het gewoon helemaal goed. Nou ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ik hoop dat het, dat het jullie weer duidelijk is allemaal. Ik wens jullie ontzettend veel succes en heel veel plezier ermee. En dan uh, ja, heel graag weer tot een volgende video.